Johan, we staan hier op de hoek van de Schuttershofstraat en wat nu de Molenberg is. Maar de brief die je nu vast hebt, die was geadresseerd aan dit hoekpand, toch? Ja, aan de huisvrouw van Roeland Hokke. Dus dan weet je al meteen, het is door Roeland Hokke zelf geschreven. Wonende in het Schuttershofstraatje op de hoek aan de Singel tot Middelburg in Zeeland. Daar opperchirurg Pieter de Moor, die God geleidt over zee. Nou, dan weet je dus al meteen, het is of dat pand geweest of dat pand. Waar gaat de brief over? Die brief die is eigenlijk wel heel interessant, omdat het iemand is die uit de brief blijkt en uit wat er uit nader opgedoken gegevens is gebleken, dat deze meneer Hokke in de slavenhandel actief is geweest. Dat wil zeggen, hij had er genoeg van. Hij begint zijn brief eigenlijk met te schrijven dat hij chagrijnant, dus chagrijnig is, over hoe de zaken lopen. Dat kan duiden op de reis die hij gemaakt heeft. Die zat vol tegenslag. Ze moesten op veel meer plaatsen aanleggen dan eigenlijk de bedoeling was. De brief is vanuit Curaçao geschreven, maar het schip is eerst naar Suriname gevaren. Daarna naar de kolonie Berbice. En uiteindelijk zijn ze dan in Curaçao beland. Deze brief is tijdens de Vierde Engelse Oorlog geschreven, dus in de 18e eeuw. Hokker die schrijft aan zijn vrouw: deze dienende u wel edele te melden, ik thans nog in redelijke welstand ben, doch thans zo chagrijnant over enige dingen die mij al hier ter oren gekomen van monsieur edel, terwijl ik den brenger deze u wel edele wel zal melden. En meer andere zaken die ik uw edele niet zal melden. Ik hoop u hetzelfde bij leven en gezondheid, hetzelfde wel zeggen als ik mag thuiskomen. Hè. Dus hij hoopt nog levend aan te komen, dus dat zegt wel iets over hoe hij zich voelt. Maar dit duidt er eigenlijk ook op dat hij aardig wat over zijn werkgever te zeggen heeft. Ja, die werkgever, dat is niemand minder dan de Middelburgse Commerciecompagnie. En we weten aan de hand van de monsterrollen ook dat deze Roeland Hokke dienst gedaan heeft op het schip Haast u langzaam van de Middelburgse Commerciecompagnie. En dat schip heeft dus een reis vol tegenslag gehad. Een groot deel van de bemanningsleden bij thuiskomst hebben rechtszaken aangespannen omdat ze hun salaris niet kregen of hun huis niet uitbetaald kregen van de Middelburgse Commerciecompagnie. Alleen met deze Roeland Hokke is wellicht toch iets meer aan de hand. En wellicht heeft deze meneer ook echt gedacht van: met deze handel wil ik niet meer te maken hebben. Want hij sluit af nadat hij deze litanie tegen zijn werkgever al heeft uitgesproken tegen zijn vrouw. Postscriptum: ben niet van zins meer op deze vaart te komen. Nou, met deze vaart kan hij alleen maar de slavenhandel bedoelen. Ja. En hij is dus niet van zins om daar ooit nog voor te gaan varen. En, nee. Helaas heeft hij er niet bij geschreven wat hem dwars zit. Ja, het kan natuurlijk de vertraging zijn, het kan zijn de gage, maar het kan ook zeer wel zijn dat hij het oneens is met de gang van zaken aan boord en niks meer met deze mensenhandel te maken wil hebben. Hij was in ieder geval, hij was in ieder geval niet tevreden, deze heer. Dat is, een zoontje is er ook wel opgedoken. Ja, en dat maakt eigenlijk duidelijk dat deze Roeland Hokke, hoewel zijn brief in beslag is genomen, waarschijnlijk toch vrij spoedig de reis zelf heeft afgemaakt. Dus hij is in 1781 was hij daar op Curaçao. Maar op 20 september 1782 werd een ongedoopt zoontje van Roeland Hokke in Middelburg begraven op het Westerkerkhof. Dus dat geeft eigenlijk aan, als hij in september is geboren, dat Hokke zelf in ieder geval in december of januari thuis is geweest. Dus deze Roeland Hokke die is wel in Middelburg teruggekomen, kunnen we hieruit concluderen. Oké, dat zijn toch mooie aanwijzingen. Ja, dankjewel.